De Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, onder leiding van Gunno Kastelen, heeft tot zaterdag 1 juli, Kitty Kotti-dag, haar 30-jarig bestaan gevierd. De partijstoppers stonden stil bij de verworvenheden van de SPA in 30 jaar. Daarnaast is het beleid van de huidige regering onder leiding van president Desi Bouterse geëvalueerd. De conclusie is dat het niet goed gaat met Suriname. Daarom zal de partij volgens Kastelen werken aan de interne versterking en zich opmaken om het bestuur van het land over te nemen. We gaan intern die partij verder versterken. En we hebben gezegd, wanneer we vaststellen dat dingen niet goed gaan, toen we taxaren niet goed boeien naar konderen, dan we niet aan drapen. We niet kosten. Toen we stellen vast dat we lek SPA. Maar kandera eventueel naar onze partner, naar onze trappartners vaak bewegen. Maar alvast intern, we hebben geschreven. En we kondigen aan die dit op 1 juli, op 30 jaar van partij. Waarvoor zijn we geroepen, mensen? We zijn geroepen ook om richting te geven. Niet alleen maar om bij te sturen, maar we zijn ook geroepen om te besturen. En we gaan dus een besturingsplan klaarmaken. Een plan waarmee we als partij samen met anderen in dit land ready zullen moeten zijn om het land uit de crisis te halen. Om het land beter te besturen dat welvaart, vrijheid, welzijn, free conscience en free food scheme dat werkelijk een volk kan beleven. De partijleiding heeft ook hulde gebracht aan de icoon en eerste voorzitter Fred Derby, die vooral in de jaren 70 furoren maakte als vakbondsman. We hebben 30 jaar na alle de wang die we abribi dat een partij wordt de wang instrument die een samenleving. Lek van Brada Berestein Taki, we waren er toen ook bij. We waren geen vakbeweging, we waren studenten, we waren adekte studenten. En Derby is daar geweest, hij heeft een presentatie van wat doen en we zeggen we ondersteunen. Maar alle ondersteuners, alle initiatiefnemers en hun familie, zij die er nog zijn, we tak den garantie. En den dino de moro, posthum we tak den garantie. Omdat de partij blijkt voor de instrument voor ontwikkeling voor Suriname. En aan alles mama Europa is een instrument, maar instrument dit. En we nodigen alle jongeren uit. Nelik van die mina Robby bij de student die daar ook die arti, kom aparte door opo jui ala. SPA-voorzitter Gunno Kastelen afgelopen zaterdag bij de viering van haar 30e jaardag. Naast andere genodigden was ook partner DA91 onder leiding van Angelique Ali Hussein del Castillo aanwezig.